Goedenavond. Ja, sorry, ik was ook in de gesprek eventjes. Ja, weet je, we beginnen al met die uitzending. Ja. Ja. Oh, jullie waren op. Jij wil graag beginnen. Ja, oké. Er zit al een kop en een staart aan een uitzending, weet je. Ik verzorg de kop. Ja. En de staart. En als jij dan zo direct... Ja, tussendoor kan ik... Ja, sowieso van me overnemen. Komt alles goed. Goed, welkom dus bij Topneems iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Bekijken via Facebook, te bekijken via fastmovingtargets.nl en sinds kort via Salto 1. Dat is voor de mensen die in Amsterdam en omstreken wonen, via de digitale kabel te bekijken. Te gast is Koen van der Pol. Koen, geen Salto voor jullie, hè? Rotterdam ben jij toch? Nee. Ik werk in Rotterdam, maar ik woon gewoon in Amsterdam. Oh, wel Salto voor je dus. Nou, volgende week dan weet je waar je naar moet kijken. Dinsdagavond om 9 uur. En jij bent van Peppert. Ja. Wat doen jullie? Peppert heeft, zoals we het mooi zeggen, een marketingplatform voor theaters. Venues eigenlijk nu breder. En dat wil zeggen dat vanuit één collectief systeem, website, marketing, ticketing, eigenlijk alles wat je de bezoeker raakt, proberen te automatiseren en op een hoger niveau proberen te krijgen. En geldt dat ook voor de hele website? Ja, de hele website, ja. Ja, dan zijn jullie vrij groot, hè? Want er zijn best veel websites volgens mij. Ik heb wel eens wat over gelezen, ja. Inderdaad. Veel theaters die met dezelfde techniek werken. Dat is jullie techniek. Dat is onze techniek dan, ja. Ja, nee, klopt. In Nederland nu zo'n 55 theaters. En in België zijn we een tijdje terug ook begonnen. Nu iets van 13, 14. Maar we willen eigenlijk nog wel iets verder gaan natuurlijk. Maar dat gaat al heel goed. Ja. En wat doen jullie dan precies? Nou ja, we maken eigenlijk al die technieken, het platform noemen we het dus. En eigenlijk proberen we de ideale tools te maken, zodat de theaters zelf hun marketing kunnen verbeteren. Ja, maar even stoppen, even de marketingtermen en de bullshit. Dat is een marketingplatform, ja. Nee, maar jullie nemen taken over die nu aan het maat gebeuren, maar geef eens een paar voorbeelden van. Wat zijn de processen die in een gemiddeld theater nu tijd kosten, energie kosten, wat niet effectief is? Nou, de dingen die we al een paar jaar doen, eenvoudig voorbeeld, maar die veel helpen, is bijvoorbeeld een nieuwsbrief opmaken. Als het theater wil graag een nieuwsbrief sturen met zijn programmering erin. Ja. En ook, ja, vroeger was dat een kwestie van knippen en plakken, alle plaatjes goed zetten. Gewoon heel veel werk. Ja, MailChimp, ja. En daar was er een stagiair voor en die zat... Precies, dus dan moet je dat allemaal opmaken. Nou, wij hebben dat in ons systeem zo gemaakt dat je gewoon zegt, nou, ik wil die voorstelling erin hebben. En het systeem heeft al een plaatje en heeft al de teksten. Dus die maakt het voor je in het format wat ooit door de designers bepaald. En dan rits, staat het er maar netjes in. Ja. Dus iets wat eerst een paar uur kost om netjes te maken, kost nu een minuutje of 2, 3. En geavanceerdere voorbeelden zijn toch nog even een paar hippe woorden erbij dan de marketing automation. Dus bijvoorbeeld dat iemand bekijkt een bepaalde voorstelling, maar koopt het niet. Nou, dan kunnen we de dag daarna automatisch een mailing sturen naar die persoon van, goh, dit is een interessante voorstelling voor je en wil je die niet alsnog kopen? Ja, maar gaan we nog eens verder, want wat voor processen lopen daar nog meer? Ik kan me voorstellen, je noemde net een nieuwsbrief versturen, nemen jullie ook de CRM over? Ja. En het beheer van relaties en allemaal dat soort dingen? Alles wat het contact met de bezoeker is, ja. Dat valt er wat ons betreft onder. Nou, daar proberen we slimme dingen voor te bedenken. Maar je moet ook denken aan voorverkoop is een belangrijk iets nog steeds bij theaters. De helft van het seizoen wordt meestal verkocht in de voorverkoop, bij de traditionele theaters in ieder geval. En dan kunnen ze bijvoorbeeld makkelijk regelen dat vrienden voorrang hebben. Of dat ze bepaalde testjes kunnen doen of het wel goed gaat als ze straks over een week die voorverkoop begint. Nou, over elk vlak kun je wel weer iets van een toeltje of een dingetje bedenken wat het handiger kan maken om dat te doen. Ja, hoe lang ben je hier al mee bezig? In de huidige vorm eigenlijk pas een paar jaar, maar het hele begin is 2000. Dus maar liefst 17 jaar. Ja. En hoe kwam je daar zo bij? Je werd op een ochtend wakker en toen dacht je, ik ga... Nee, ik was al wakker. ik werkte toen voor een .com startup, dat bestond toen nog. Ja, ja. En die eigenaar zei tegen mij, van, Koen, heb je wel meerdere opdrachtgevers, want je bent die freelancer. Ik zei, hoezo, ik werk hier 80 uur per week, vind ik niet genoeg. Ik zei, ja, maar dan moet voor de Belastingdienst. Nou, toen heb ik via Theater de Vest in Delft als klant kunnen krijgen, zodat ik meerdere opdrachtgevers had. Alleen dat beviel heel goed wederzijds en van de ene kwam de ander. En een paar jaar geleden pas hebben we de klik gemaakt van, maar we zijn telkens hetzelfde aan het doen voor al die theaters. En dat schiet niet op en we komen nooit op een volgend niveau. Laten we het nou eens collectief aanpakken in plaats van dat elk theater apart ding maakt. Maar gewoon één heel goed ding. Tot dan toe was het elke keer een custom verhaal voor elk theater. En ja. Nu heb je een platform waar iedereen op werkt. Ja. Ja. Als je dus voor één theater iets ontwikkelt, is het voor iedereen daarna. Exact. Ja. Ja. Ja, en dat is het mooie. Ja. Mooi hoor. Ja. Ja. Maar in vroeger kon je net doen alsof je het elke keer opnieuw bouwde. Dan kan je wel... Ja, nou, we deden niet alleen alsof, helaas. Als dat nou zo was, was het heel mooi geweest.
Maar dat moesten we ook echt doen. Ja. En elk theater heeft dan net weer zijn andere ideeën. En iedereen heeft... Aan de ene kant hebben ze natuurlijk allemaal eigen identiteit en eigen ideeën. En aan de andere kant, als je het plat slaat, willen ze ook allemaal ongeveer hetzelfde. En ja, dat liepen we dus wel tegenaan. Dat we wel zagen van, hey, we zijn echt exact hetzelfde opnieuw aan het doen. En dat kost mankracht en tijd en geld. Daarmee suggereer je een beetje dat die tools voor elk theater hetzelfde zijn. Dat er geen enkel verschil is. Zoals we het nu hebben, is er inderdaad geen enkel verschil. Dus nee, zoals wij het hebben. Dat vinden de theaters dat ook? Dat ze allemaal hetzelfde zijn? Nou, degene die nog geen klant zijn, niet. En degene die wel klant zijn, wel. Ja. Oh ja, want dan leggen ze uit. Nou, kijk, wat ik al zeg, voor sommigen is identiteit zo belangrijk dat dat alweer de marketingbehoefte anders invult eigenlijk. Dan gaat het niet zozeer om harde marketing, maar meer om de uitstraling. Die willen zich ook in dit soort dingen onderscheiden van de concurrentie. Ja, precies. En soms is het zelfs een argument om niet met ons te werken, zodat ze het iets anders hebben dan de anderen. Daar zijn wij het natuurlijk niet mee eens. Ook wel iets voor te zeggen tuurlijk, natuurlijk. Tuurlijk, ja. Hey, jullie zijn, de site is helemaal in het Engels, hè? Dus dit weerspiegelt jullie ambities, neem ik aan. Ja, je zei van in België zijn we bezig, zijn we begonnen. Zitten daar, ik ken bijvoorbeeld de muziekwereld een beetje. Ik weet dat zalen, dat we in Nederland een heel ander systeem hebben dan bijvoorbeeld in Engeland. Als je naar de muziek kijkt, heb je in Engeland een zaal. En dan kan elke dag een andere promotor zijn die de zaal eigenlijk afhuurt om zijn programma's te doen. In Nederland zijn we gewend, Paradiso programmeert zelf bijvoorbeeld. Hoe zit dat op het gebied van theaters? Wisselt dat per land? Zeker. We zijn nu ook aan het rondneuzen in Duitsland. En daar is het ook grondig anders. En dan zie je ook wat in Nederland ook wel een beetje komt, dat er veel meer een gezelschap en een huis bij elkaar horen. Dus dat je naar een specifiek theater gaat als je specifiek productie wil zien. En in Nederland, alles reist eigenlijk rond en kun je overal wel bekijken. Hè? Zoals de Nulgroep Amsterdam staat niet alleen in Amsterdam. Mm-hmm. Dat is wel anders. Maar wat we met name nu merken als verschil, dat hebben we eigenlijk een beetje onderschat. In Duitsland vinden ze het allemaal niet zo leuk als je dingen met marketing en data-analyse doet. Dat vinden ze allemaal een privacy is bij hun echt heel belangrijk. Datumshoots, dat is echt een woord dat ik daar wel geleerd heb nu. Ja, dat is dus als we daar ons gewoon riedeltje houden van, nou, we kunnen dit, we kunnen dat, en kijken ze hoeveel kaartverkopen we ermee realiseren, dan zeggen ze, dat is een beetje eng, daar moeten we niks van hebben. Maar als je dan weer meer de insteek pakt van, maar kijk, met deze tools kun je tijd vrijmaken, zodat je nog meer diepgang kunt aanbrengen en nog meer content kunt doen, dan vinden ze het wel weer mooi. Dus dat is wel een groot verschil. Los nog eventjes van hoe het zaken doen natuurlijk compleet anders is per land. Cultuur is per land. Met name België, ja. Ja, en is het ook gewoon zo dat er niet genoeg theaters in Nederland zijn om dit rendabel te kunnen krijgen binnen één land? Of, Klopt ook, ja nou, zeker. Interessant om te zien dat er natuurlijk steeds meer business in de niches gebeurt. Hè? Daar kies jij ook voor. Weet je, marketing automation is niks nieuws, maar dan heel specifiek voor een hele specifieke groep bedrijven opeens, weet je, dan is het misschien weer heel interessant en totaal afwijkend. Je hebt natuurlijk de complicaties van de cultuurverschillen in het buitenland. Waarom kies je er, of ik heb eigenlijk twee vragen, waarom kies je er zo diep voor een niche, terwijl die heel klein is? Mm-hmm. Waarom heb je niet een grotere doelgroep gezocht? Nou, we hebben een reden is ook historisch, simpelweg. Want we deden gewoon de hele tijd theaters en van de ene kwam de andere. Ja, en onze sales, onze sales was ook een kwestie van, nee, we hebben nu die gesproken. Nee, maar kun je zeggen, er zijn 50 theaters in Nederland die geïnteresseerd zijn. We gaan het breder maken en we gaan het nu ook doen voor concertzalen. Voor, weet ik veel, de volgende sporthallen. Zeker. Nou, dat is sportevenementen of dat. Of je kunt gaan zeggen, we gaan met alle complicaties van dien in Duitsland rondkijken. Of allebei. Dat is eigenlijk volgens de conclusie een beetje. Laten we nou hetzelfde ook in het buitenland proberen te doen. En die contacten die gaan wel vrij makkelijk en vrij snel. Nou, in België is dat eigenlijk wel een succes. En laten we nou binnen Nederland kijken of we ook de definitie van onze klanten iets breder kunnen trekken. Dus we hebben nu gezegd, eigenlijk, het hoeft niet een theater te zijn, het moet een venue zijn, zeg inderdaad. En in die zin is ook een museum, vinden we ook een venue. En een filmhuis is ook een venue. Daar zijn we wel degelijk mee bezig. En daar hebben we ook wel de eerste klanten nu in. Kijk, van wat moet je nou aanpassen, wat maakt het nou wel anders? En tegelijk, kijk, het is belangrijk dat de soort marketing en de soort automatie die we voor kunnen doen, moet wel hetzelfde zijn. In het verleden deden we ook wel andere dingen, maar daar werden zowel wij als onze klanten heel ongelukkig van.
En eigenlijk is het buitenland hetzelfde doen, is een makkelijkere weg tot nu toe dan een compleet anders iets erbij doen in Nederland. Ja. Dus ja, dat eigenlijk is het simpel. Want uiteindelijk is ook weer die soort marketing is ook overal weer toch hetzelfde. Ja, maar hoe verschillend is een museum of van een sporthal, vraag ik me dan af, weet je wel. Van, er zijn events, er zijn dingen waar je hebt een publiek, je hebt wat je wil informeren. En je kaartjes verkopen en je wil een programma aan iedereen versturen en je wil een nieuwsbrief versturen. En je hebt een website en je wil iets aan CRM doen. Een sporthal is dan wel weer zijn meestal wel heel kleinschalig. Een grotere sport zou zeker wel kunnen. Ja, waarom niet? Ja, alleen de dingen zijn ook al snel anders georganiseerd. Als je het bijvoorbeeld over voetbal hebt of zo, dan heb je te maken met KNVB-brede, ingewikkelde dingen. Technisch eigenlijk niet eens ingewikkeld, maar wel hoe de afspraken gaan en het zaken doen. En voor ons, bijvoorbeeld die filmhuizen, dat ligt nu wel voor de hand om mee te doen. Musea, het is dezelfde soort organisatie, hetzelfde soort marketingbehoeften uiteindelijk. En dezelfde soort contacten en dezelfde soort systemen waar wij weer koppelingen mee maken. Ja. Nou goed, dat is die basis is hetzelfde, maar je moet het anders verpakken. Want een filmhuis wil als filmhuis aangesproken worden. Absoluut, En die heeft misschien minder voorverkoop dan een theatervoorstelling. Zeker, Dus nu probeer je eigenlijk dus weer... Je probeert meerdere niches nu te gaan pakken en dan op basis van die generieke techniek weer specifiek in te zoomen op die verschillende gebieden. Oké. Nou, dat was mijn vraag. Hoe ziet jouw businessmodel eruit? Is het gewoon een relatief recht toe recht aan van het kosten X per maand of licenties? Of is het per gebruik? Hoe werkt het? Ik hou zelf helemaal niet van die ingewikkelde constructies en gebruikers en zo. Dus we zeggen nu gewoon, het is een maandbedrag. Er is geen investering of zo. Het is gewoon een maandbedrag. Je kiest pakket 1 of je kiest pas pakket 2. Ja, en wat is het verschil tussen pakket 1 en pakket 2? Eén prijs. Ja, wat krijg je ervoor? Pakket 1 is eigenlijk dat we een relatief eenvoudige website maken. In onze optiek eenvoudig dan. Maar waar je wel alles mee kan qua wat je van een website verwacht. En pakket 2 is eigenlijk dat we de ticketing en de persoonlijke en de mailing laag toevoegen. En dan heb je echt wat marketing speelgoed, zeggen we eigenlijk. En daarbovenop hebben we dan nog een losse optie, die marketing automation optie. En daar vragen we nu een fee per bewezen extra kaartje voor. Ja. Daar ga je ook echt ondernemend in die zin dat je ook claimt dat echt tot omzet krijging werkt. Ja, ook omdat we merken dat het is, aan de ene kant, het bestaat natuurlijk al een tijdje. Grote bedrijven doen het wel, maar voor theater is het toch nog wel een beetje spannend en nieuw. En wij geloven er heilig in. Dus Levert het ook de resultaten al op die je ervan verwacht? Ja, absoluut. Ja, heel indrukwekkende resultaten. Beter dan verwacht. Vertel eens. We hebben een onderzoek gedaan met My Company, een Amsterdamse consultancybureau, dat weer opgestart is door het VSB-fonds. En de proeven die we daarmee gedaan hebben, die leverden in sommige gevallen boven de 400% meer conversie op, met statistisch bewijs. Dus niet van we sturen de mailing, we kijken wat er verkocht wordt, maar we sturen de mailing, we zorgen voor een goede controlegroep en we gaan echt kijken dat er statistisch relevante groepen zijn om te kunnen bewijzen dat het effect echt zo is. Ja. En daar hadden we enorme percentages. Ja. Dus in die zin was wel duidelijk dat we daar meer mee moesten. Hey, techniek kan helpen om processen die er al zijn, te automatiseren. Wij hebben hier de laatste tijd veel mensen aan tafel gehad die gespecialiseerd zijn in het modebegrip van nu, artificial intelligence. Uh-huh. Ik heb een belangrijk deel van de zalen lijkt mij ook. Hoe zorg ik ervoor dat ik het publiek kan laten weten dat er een voorstelling van ze voor ze komt waarvan ze niet weten dat die voor hen interessant kan zijn? Ook het gidsen, zeg maar. Hè? Ja. Profielen opbouwen, gebaseerd of gekoppeld aan het programma. Wat kunnen jullie daar al doen? Hoe kunnen jullie mij als publiek al helpen om te gidsen door het aanbod? Anders dan de persoonlijke van de zaal. Ja, sowieso is dat wel een interessante discussie die we steeds vaker hebben. Want we kunnen, in principe zouden we de complete website alles helemaal persoonlijk kunnen maken. Zo inrichten dat je de grootste kans hebt dat je het gaat kopen. Maar je raakt dan ook wel weer een het is niet puur een commercieel iets in theater. Dus we hebben ook een bepaalde boodschap. Hier wil ook andere dingen laten zien. Mm-hmm. Die misschien niet volgens de algoritmes het meest logische opzet zijn. Dus het is een interessante, hoe ver willen we überhaupt dat die techniek het allemaal gaat doen? En wat is nou nog,
de artistieke doelstelling die je daarbij hebt. Ja. Maar ja, de techniek ligt er en die gebruiken we dus ook in die onderzoeken gedaan. Dankzij recommendation en persoonlijkere dingen betere resultaten te halen. Er is overigens ook publiekelijk een rapport van geschreven via het VSB-fonds te downloaden. Waar dat allemaal in staat. Maar die discussie, die vind ik in ieder geval interessant. Van, ja, wil je dat eigenlijk wel, dat we alles helemaal op de persoon gaan toespitsen? Ja. Ja, dat is een bekende discussie. Kom je overal tegen, ook bij nieuwssites. Ja. Weet je wel, van ga je juist vanuit het theater mensen op je identiteit afkrijgen? Of ga je vanuit de bezoeker redeneren en weet je wel, die geleiden naar wat die op basis van een algoritme of wat dan ook zou willen? Ja. Je gaf het voorbeeld van de twee modellen waar je tussen kon kiezen. Prijs had je nog niet genoemd, toch? Nee. Om even een indruk te krijgen, wat betaalt een theater? Het theater betaalt tussen de 499 en de 1299 euro per maand. En dat is dan all-in, dus met alles wat je erbij nodig zou kunnen hebben, dat zit er gewoon bij. Dus ook mailing sturen en we hebben geen verborgen afrekenmodellen dan. En dan hebben we dus nog die 4 per bewezen extra tickets. En dat, ja, dat is ook variabel, want het scheelt nog wel een hele hoop of je ticket verkoopt van 50 euro of ticket verkoopt van 10 euro. Wat daarvoor nodig is. En hoe bewijs je dat je een extra ticket verkoopt? Door dus de hele tijd te werken met controlegroepen, eigenlijk simpel gezegd. Dus bij alles wat we doen, houden we een subgroepje achter waarbij we niet die campagne op loslaten. Of die niet de geautomatiseerde voorstel krijgt of die niet die mailing krijgt. Ja. Zodat we goed kunnen kijken wat doen mensen als ze deze campagne niet krijgen. Waarbij dat een statistisch relevant groep moet zijn. Mm-hmm. En wat doen mensen die het wel krijgen. En het resultaat van de ene van de andere af te trekken heb je feitelijk het statistisch bewezen resultaat. Ja. Ja, Jan Schaap vraagt op Twitter, die zegt ticketing kan nog best complex zijn. Is een theater zo anders dat ze niet een gewone ticketing oplossing zouden kiezen? Het theater zelf vindt het ook prettig om heel complex te worden, ja. te maken. Er zijn telkens verschillende soorten behoeftes wel die belangrijk zijn om invulling te geven. Aan de ene kant, dus wat ik noem net al iets als vriendschap, dat is een belangrijk iets. Dus vrienden mogen bijvoorbeeld de voorrang hebben in de kaartverkoop of bepaalde andere privileges. Je hebt series die je wil kunnen verkopen of andere combo's of bundels wil doen. Maar je hebt natuurlijk ook zalen met een placering en mensen willen toch wel in zijn eigen stoel kunnen kiezen. En dan moet er ook wel weer een bepaalde intelligentie achter zitten. En ja, wat nou als een bepaalde bekende persoon in de verkoop gaat en dan wil iedereen tegelijk. Dus het begint op zich wel altijd simpel, maar als je erin verder gaat, dan moet je het wel complexer maken. Ja, maar dat zegt Johan juist, hè? Want het is complex. Er zijn partijen die dat uitstekend kunnen. Ja. Van waarom zouden theaters niet met zo'n partij specifiek dan die ticketing doen? En waarom bij jullie? We hebben geen ticketing systeem. We werken weer samen met ticketing systeem, alleen we pakken de hele online laag. En de belangrijkste reden dat we dat doen is dat we dat één geheel kunnen maken met de website. Zodat Precies. we ook maar goed jullie in de kopen het eigenlijk ook in. Ja. Nou, we kopen niet zo in. Het theater heeft gewoon een bestaande relatie met een kassasysteem, noemen we het even gemakshalve. En wij maken, die heeft meestal ook wel een online omgeving. Maar wij nemen die online omgeving eigenlijk over en maken een link met het kassasysteem. En die frame je in. Een belangrijk argument daarvoor is omdat we willen dat ook bijvoorbeeld die homepage al weet wie komt er nou op die site. Dat je die ook persoonlijk kan begroeten en persoonlijk het juiste voordelen kan geven, et cetera. En als je dat ticketingstuk eruit haalt, ja, dan is de website eigenlijk weer terug naar gewoon een communicatie, een eenweg communicatiemiddel. Ja, verzorgen jullie ook zelf, bouwen jullie dat zelf de checkout of doe je dat ook op een manier... Zoals je net beschrijft, dat je dat weer bij een andere partij vandaan haalt. Nou, specifiek de betaling, die mogen we eigenlijk niet zelf doen. We hebben er niet juist vergunningen voor. Maar de service provider voor. Tot en met het ticket doen waar we Waar ik me altijd enorm aan irriteer bij al die theaters in Amsterdam. Dat is het enige wat ik weet. Ja. Want ik ga meestal niet buiten Amsterdam naar theater. Is dat het meestal ongelooflijk ingewikkeld is om te betalen. Ja. En irritant. En dat is voor mij soms zelfs een reden om dan af te haken. En denk, nou ja, als het zo ingewikkeld is, laat maar zitten. Ja, ja, je zou ook een bericht kunnen sturen om met ons te gaan werken. Dat scheelt al heel hoop. Maar nee, inderdaad. Maar het is ook een ingewikkeld proces. En dat is ook best wel ingewikkeld om dat weer simpel te krijgen. Ja. Maar in principe verzorgen we wel dat hele stuk, inclusief ticket. Ja.
Ja, en dat, ja, nogmaals, het is gewoon een, het is soms ook een beetje een gevecht, omdat er heel veel historie is. En er is vaak een argument, ja, maar we doen dit altijd al op deze manier en onze bezoekers verwachten het op deze manier. Of ook vaak argumenten, onze bezoekers zijn allemaal heel oud en die snappen het allemaal niet. Ja, dat soort argumenten. Ja, ja, nou ja, goed. Ik vind bijvoorbeeld Ticketmaster vind ik echt briljant van de eenwoud. Op de mobiel vind ik het geweldig. Als je helemaal, als je gewoon een goed account hebt ingesteld, en, ja, het zijn echt drie kliks. En dan, maar ik, dit moet je er wel bij zeggen, vind ik. Want toen ik dat niet had, dan duurde het wel 15 kliks voordat ik een kaartje gekocht had ongeveer. Ja, als je eerst een account moet instellen. Maar dat is, ik, theaters, voor zover, jij weet het beter hoor, maar voor zover ik dat een beetje weet, zijn dat ook voor meer dan de helft vaste klanten die daar al 10 jaar, 3 keer per jaar komen. Ja, nee, afhankelijk van profiel inderdaad. Ja, ja, ja. Dus weet je, die mensen kunnen ook een keer dat de account op orde hebben en ja, daarna met 2 kliks een kaartje instellen. Nee, absoluut, ja, zo doen we dat ook. Als je ooit een keer een ticket hebt gekocht, hoef je nooit meer je naam in te vullen natuurlijk. Ja. Nee, dan is alles al bekend. Dus dan is het kwestie van stoel kiezen, betalen en klaar. Ja, ja. Hey, dezelfde groei, jullie hebben in Duitsland rondgekeken. Er zijn nog meer landen in Europa. Waar verwacht je het meeste van de komende jaren? Waar moet de groei vandaan komen? Nou, op zich, nu ligt Duitsland wel heel erg voor de hand. We hebben wel landen nodig waar het land, en dan eigenlijk Duitsland misschien ook tegelijkertijd ook wel weer een uitdaging, waar mensen het al wel gewend zijn om via internet te kopen, waar internetpenetratie hoog is en dat gewoonlijk is. Nou, Duitsers nog niet heel erg van online kopen. Nee? Nee, dat is, dat vinden ze nog, ik weet niet of waar, maar laatst nog gelezen ergens dat in Duitsland nog het een van de weinige landen is waar de meeste muziek nog op cd wordt verkocht. Oké. Als voorbeeld. Ja. Maar dat, kijk, internet is belangrijk. Dus bijvoorbeeld, ja, Frankrijk is al een wat lastiger land op dat vlak. En ook praktisch, de manier van zaken doen in Frankrijk. Dit zijn allemaal soort van semi-overheidsinstellingen. In Frankrijk gaat alles met hele ingewikkelde aanbestedingen. Ja, en daar passen we meestal net niet in, want we hebben net niet een traditioneel model. Dus Duitsland ligt voor ons voor de hand. Engeland zou een logisch land zijn. Maar voorlopig hebben we in Nederland en België ook nog genoeg te doen. Ja, wat ik me net ook zat af te vragen, als je zoveel theaters als klant hebt, zou je ook op een gegeven moment de ambitie hebben om op het moment dat je eigenlijk van alle voorstellingen in Nederland, of een groot gedeelte van de voorstellingen in Nederland, tickets kunt verkopen, de programma's kent, weet wie daar al eerder heen is geweest, dat je overkoepelend iets wil gaan doen met zo'n sector? Ja, zeker. In de zin van dat je dan echt voor de eindgebruiker kunt gaan werken en zeggen van goh, weet je, overkoepelende CRM van je benadert mij en zegt, goh, ik weet dat je houdt van dat soort muziek of van dat soort theater. In Den Haag is volgende week dat. Ja, nou, er zijn wel voorzichtige samenwerkingjes en wij vinden het wel interessant om te helpen of te kijken wat we kunnen doen. Maar uiteindelijk, onze doel is echt om de theaters zelf juist te helpen. Dus dat stuk publiek wat echt klant is van dat specifieke theater, om die marketing voor die personen te optimaliseren. En anders ga je juist weer op die andere groep zitten waar eigenlijk best wel veel andere partijen ook interessant vinden om iets mee te doen. Ja. Dus we zouden er altijd bij helpen en faciliteren, maar voor onszelf is het logisch om juist specifiek te gaan. Je zou bijna als vanzelf in die positie terecht kunnen komen natuurlijk. Is ook meerdere keren wel bijna gebeurd. Alleen, ja, dat is ook wel überhaupt een uitdaging geweest in al die jaren om die focus wel te behouden en telkens opnieuw te kiezen eigenlijk. En daar elke keer als we dat gedaan hebben, die keuze hard hebben gemaakt, dan zijn we er heel blij van geworden. Dus voorlopig blijven we dat nog even doen. Ik raak een gevoelig punt. Ja. En je zegt steeds we, met hoeveel man zijn jullie? 14. Zo, ja. Groot bedrijf. Ja, nou, we waren iets groter toen we het allemaal nog maatwerk moesten doen. Maar inderdaad, ja, nee, we zijn een goede omvang. Hebben we ook nodig hoor, want al die theaters vragen toch een hoop actie natuurlijk van ons. Ja, hey, daarover, de kracht van jullie is natuurlijk dat je nu 2 stramine hebt staan, zeg maar. Weet je, waar mensen voor kunnen kiezen. En ik weet zelf ook, weet je, het zei je ook al, van ik denk dat die techniek allemaal hetzelfde is, vinden mensen niet zo. Dat vinden ze, dat is natuurlijk krachtig. Maar er zijn partijen die willen niet in dezelfde module, zeg maar, gedwongen worden. Die willen niet het gevoel hebben dat de site er hetzelfde uitziet. Eens, als van de ander. Kan dat bij jullie er nog bovenop? Kan ik nog zeggen van, oké, die techniek heb ik natuurlijk nodig en die is waardevol, uitontwikkeld, te gek. Maar ik wil er wel anders uitzien dan het theater uit dezelfde stad of uit een ander... Vanuit een andere stad. Ja, nee, in eerste instantie hebben we dat op precies zoals je nu zegt aangeboden. Dus ook nadrukkelijk samenwerking gezocht met ontwerpbureaus en andere webbureaus die er echt letterlijk een laag bovenop konden bouwen. Ja. Alleen daar merkten we weer, we doen iedere week een release.
een nieuwe versie. Ja, ja. Dat was gewoon niet bij te houden. Dat is gewoon niet top. We hebben nu net een nieuwe versie gelanceerd. Daar zijn we heel trots op. Samen met het Nationale Theater. Die hebben er ook zelf mee geïnvesteerd. Om een compleet nieuwe laag eigenlijk op te bouwen waarmee je wel dat maatwerk kunt doen. En dat je ieder element er op die manier uit kunt halen. En daarmee hopen we nu wel om een soort ultieme combinatie te maken. Zodat je uiteindelijk door standaardisatie juist meer maatwerk voor elkaar kunt krijgen. Ja. Simpelweg omdat je meer bouwstenen en meer tools kunt maken. Ja. Dus dat is absoluut een behoefte en zeker bij theaters. Ja. Ja. Dus daar hebben we, denken we nu dan eindelijk een goed antwoord op. Ja. Ja, en nog even terug naar wat je net zei. Je zei dat jullie heel vaak voor de keuze hebben gestaan. Hè? Hoe gaan we nou verder? Wat is de focus? Gaan we juist breed of gaan we smal? En je bent er al, wat je zei, je bent al 15, 16, 17 jaar met dit concept bezig. Wat korter met heel specifiek dit platform. Hoe kijk jij naar hoe dat, zeg maar, als je terugkijkt naar hoe dat gegaan is? Van wat voor learnings heb je daarvan? Zeg maar, als je zou moeten praten met jonge ondernemers die wij hier heel vaak aan tafel hebben, die ook een idee hebben en dan een half jaar bezig zijn of een jaar en ook zoekende zijn. Wat zou jij ze adviseren? Ja, ieder zijn eigen manier sowieso natuurlijk. Ja. Mijn manier is altijd geweest om eigenlijk de kansen proberen te herkennen en daarop in te springen. Of anders gezegd heel organisch te bewegen. En voor ons gevoel zijn we ook waar we nu zijn, zijn we naartoe geëvolueerd. Dus het is niet zo dat we hebben gezegd 5 jaar geleden, we hebben precies plan en we gaan precies dit maken en dan moet dat gebeuren. Het is meer dat we telkens reageren op wat er gebeurt en wat we denken wat nodig is. Voor ons is dat de goede manier geweest. Ja, want ik merk van jou een beetje continue discussie in het team. Over welke kant op. Zeker, tuurlijk. Ja. Nee, absoluut. Het is de continue discussie. Wat is de volgende stap? Wat is belangrijk? Wat is goed? En dat verandert ook. En ik denk dat dat goed iets is. We zijn vrij goed geworden in het naar voren kijken. En niet iets doen omdat we er al heel veel in hebben zitten of omdat we er al heel veel moeite in hebben gestopt. Maar dat we proberen telkens, en dat is niet altijd makkelijk, maar van we geloven dat het daarheen moet. Dus wat we ook hebben gedaan, we gaan nu die kant op. Ja. En die beweging blijven houden. Ik denk ook dat dat belangrijk is. Als je op het moment dat je, in ieder geval ons soort zaken, als je stilstaat, dan kan je net zo goed ophouden. Je moet gewoon vooruit blijven gaan en blijven innoveren en nieuwe dingen blijven doen. Ja, heb je investeerders aan boord? Nee. We hebben het eigenlijk altijd zelf gedaan. Ja. 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 Met hoeveel mensen ben je begonnen? Ik ben in mijn eentje begonnen. Ja. Inmiddels hebben we twee andere aandeelhouders, maar die zijn ook vanuit het bedrijf zelf gekomen. Dus het zijn niet de investeerders geweest. Ja. En eigenlijk vinden we dat wel prettig, omdat we vinden het ook fijn om een mix te zoeken tussen een soort van, we zijn weliswaar BV, maar we willen ook een soort ideële instelling houden. En met de investeerder erbij, we hebben wel eens gesprekken gehad hoor, en ook wel eens naar gekeken, maar je merkt toch logisch, dan moet er gewoon geld verdiend worden en dan is dat nog maar het enige doel. Ja, dat is dat het belangrijkste doel. Ja, dat is niet onze manier. Maar wat is het ideale aan jullie? Nou, het ideale is dat we niet alleen maar dus proberen een tool te maken die we proberen te verpatsen, maar we proberen, dat wat we natuurlijk uiteindelijk ook doen, maar we proberen ook daadwerkelijk wel die sector een stukje verder te helpen en daar ook het voortouw in te nemen en onze nek voor uit te steken. En net het voorbeeld ook van, dat zegt, we rekenen gewoon af over de bewezen extra omzet. Daar pakken we zelf ook een groot risico mee. Ja. Ja. We geloven er natuurlijk heel erg in, want dat zouden we niet doen. Nee. Maar dat soort dingen. En we proberen daar ook echt dingen in te doen, dat hier ook wel geldt, voordat de theaters zelf überhaupt denken dat ze het zouden kunnen willen hebben. Ja, ik vind het ook hartstikke mooi hoor, zeg ik er heel eerlijk bij, want we hebben hier best natuurlijk heel veel start-ups aan tafel en ik had op een gegeven moment had ik er zelfs een beetje genoeg van de start-up hype. Dan ben je wel een beetje voorbij, toch? Nee, het is weer een beetje tot rust gekomen. maar ook vooral omdat het natuurlijk eigenlijk vaak zo is van, of zo leek te zijn dat je succes had als je geld had opgehaald en een investeerder aan boord had. Terwijl ik wel eens verzuchtte, wat is er eigenlijk mis met een bedrijf met 5 of 10 man in dienst die een mooi rendement maakt, zodat je zelf kunt innoveren en kunt investeren waar gewoon 10 mensen een keurige boterham aan verdienen en je hartstikke leuk werk doet. Wat is er nou eigenlijk mis mee? Zeker, tegendeel. En daarom vind ik wel mooi wat jij vertelt, want jij bent eigenlijk het bewijs daarvan dat natuurlijk ook hartstikke leuk is. Ik ben overtuigd dat als je het niet nodig hebt, dat je het ook absoluut niet moet doen. Ik vind het zeker geen hoger doel om een investeerder te vinden of om wat te verkopen ook. Het is denk ik veel hoger doel. Ja, het is heel
soft misschien, maar om gewoon uiteindelijk dat te doen waar je ook zelf gelukkig van wordt en waar je trots op bent. En ik denk dat dat bijna, voor bijna niemand uiteindelijk is van hoeveel investeringen heb ik opgehaald. Of dat is niet, uiteindelijk niet zo interessant, denk ik. Ja. Ben je zelf een regelmatig theaterbezoeker? Zeker, ja. Ik ben daar wel... in het hele begin werd ik met mijn haren er naartoe gesleurd. En het is wel op me gegroeid. En tegenwoordig ben ik wel regelmatig theaterbezoeker. Ja, absoluut. Ja. En doe je dat dan ook heel erg functioneel? Ook om te kijken van, weet je, waar kunnen wij nog een rol spelen bij processen die beter kunnen? Nee, eerlijk gezegd niet. Ja, het is natuurlijk wel vaak dat er een uitnodiging is of dat je ergens op gewezen wordt of dat. Maar uiteindelijk probeer ik daar ook wel gewoon inderdaad niet een soort mystery guest te zijn, maar gewoon ervan te genieten inderdaad. Ja, zeker. Nee. Nou, super. Alright. Hey, als we je over een jaar weer uitnodigen, moeten we dan in het Duits, het Italiaans, het Engels of in het... Met mij mag het even in het Engels, maar anders moet ik echt iemand mee gaan nemen. Nee, welk land gaat als eerste voor jullie, voor de Bijl, behalve België dan met het rekening? Dat zal zeker Duitsland zijn. Ja. Ja, daar gaan we wel voor. Ja, dat is wel de bedoeling. Volgens jou moet er toch wel minimaal één theater zover zijn. Dan moeten wij onze datum shoots bewezen goed te orde hebben. Ja. Nou, spannend. Hey, mooi verhaal. Dank voor je komst. Ja, dankjewel. Ja, super. Ja. Dankjewel. En jullie bedankt voor het kijken. En natuurlijk bedankt PQR, het bedrijf dat ervoor zorgt dat de site van Fast Moving Targets altijd up and running is. Bier & Co. voor de biertjes. Ja, het is een prachtige hier. De rumoerige roodborst. Is het wat? Ik vind het wel lekker, ja. Zeker. En je mag het zeggen, dat hebben we afgesproken met de sponsor, hè. Je mag het zeggen als je niks vindt. Dus als je het vies vindt, moet je het wel zeggen. Want we hebben af en toe wel iemand nodig die dat zegt. Kijk. Dat stekel, we kunnen niet elke keer zeggen, ja, stekel vindt al die biertjes niet lekker. Dat kunnen we maar beperkt doen. Nou, ik ben wel gevoelig voor de mooie etiketten en de leuke namen. Ja? Dat moet ik wel zeggen, ja. Dan hebben we natuurlijk Streamzilla uit Groningen. Het bedrijf dat ervoor zorgt dat je iedere week live kunt meekijken. En Freedom Lab, van waaruit wij uitzenden. Kijk volgende week weer. We zijn er iedere dinsdagavond natuurlijk vanaf 9 uur. En als je niet live kijkt. Misschien moeten we ook nu vast even tegen iedereen zeggen dat je agenda even moet pakken. Omdat wij over 2 weken, 3 weken. Ja, 4, nou 3 denk ik. De laatste, in ieder geval de laatste dinsdag van juni. Dinsdag van juni. En sluiten we zoals altijd het seizoen feestelijk af. En graag met jullie erbij. Dus hou het vrij, nadere mededelingen volgen. Ja, dankjewel. En je weet, zoals altijd, heb je een uitzending gemist? Niet getreurd, fastmovingtargets.nl is de plek waar je ze kunt nakijken of kunt nalezen. En natuurlijk op ons YouTube-kanaal. Tot volgende week. Dag.